illegale motocrossers op de Strabrechtse Heide, gefilmd door een vogelaar. Dit is het soort dingen waar speciale handhavingsteams in het buitengebied op gaan letten. Die teams komen nu in de hele provincie na een geslaagde proef in Zuidoost-Brabant. De pakkans voor mensen die iets illegaals willen doen in het buitengebied is vergroot door de samenwerking van alle handhavers. Om een voorbeeld te noemen van het laatste jaar, het aantal overtredingen wat effectief is aangepakt is gestegen van 313 naar ruim 550. Dat is bijna een verdubbeling. Was dat voorheen dan minder goed? Ja, dat was minder goed. Er waren veel handhavers, hè. Mensen van waterschappen, provincie, gemeente, politie. En die deden allemaal wat ze moesten doen, maar hadden weinig oog voor elkaars werk. Nou, nu ziet iemand die eigenlijk vooral met sloten bezig is, let er ook op of er niet ergens illegaal afval gedumpt wordt. En weet dan aan wie die dat moet doorgeven, zodat dat snel opgelost kan worden. En die meldingen van overtredingen komen terecht bij Koen van Kuik. Hij werkte de afgelopen 2 jaar in Deurne en omgeving in zo'n handhavingsteam. Hij heeft een netwerk opgezet van allerlei mensen en organisaties die werken in het buitengebied. Je ziet hier een nest van een havik, een horst noemen ze dat ook wel. Hier heeft bomenkap plaatsgevonden. Hier waren 3 nesten van haviken gesitueerd. En helaas is er daar 1 van omgekapt. En dat is de overtreding. En ja, goed, die pakken wij aan. En wij krijgen die meldingen dan vanuit het netwerk, uit vogelaarskringen. Is dit nou gewoon de nieuwe veldpolitie? Nee, de veldwachter komt niet meer terug. Het gaat nou echt over mensen die ieder hun eigen handhavingstaak in het buitengebied hebben en vooral meer gaan samenwerken. Dus het is niet één type handhaver die we terug gaan brengen, maar we maken gebruik van het hele spectrum van mensen die werkzaam is in het buitengebied. Er komt ook een telefoonnummer waar burgers overtredingen kunnen melden die in het buitengebied plaatsvinden.